triste a viver na solidão. Nada cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pôde viver de ilusão. Que nunca vai ser, nunca vai estar. O sonhador tem que acabar. Tua beleza em um avião. Para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Welkom bij de tafel van. De zomer is bijna voorbij. We zitten in het vijfde seizoen, de eerste uitzending met een... ik wil jou niet een enorme klapper noemen, want je bent een fantastische vrouw. Ja. Laura Figi. Hallo. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. En als nette jongen vraag ik niet hoe oud je bent geworden. Maar ik wil wel weten van jou, je hebt ooit een Edison gekregen. Ja, voor de in het begin van jouw carrière. Ja, 25 jaar geleden. Nou, daar heb ik het niet over. Maar wie heeft hem jou uitgereikt? Weet je dat nog? Ja, dat was... trojka hier, trojka daar, 1-0 voor mijn tweede. Hoe heet die van de Spee. Ja, die... Hein Ponser, hij is net niet meer onder ons. Nee. Had ik toch zo gehoopt dat het Bomans was geweest. Dat had ik in het koor kunnen zeggen, had mijn vrouw ook maar één zo'n been als jij. Maar, okay. Ja, maar Marlene had mooiere benen. Dat weten wij niet, dat weten we niet. Hey, heerlijk dat je hier bent. Ik weet dat je zo'n beetje uit de studio hebt moeten rukken. Want je bent met je recentste productie bezig. Ja. Als ik het lijstje bekijk, dan staat jouw teller al op iets van 14, 15, 16. Dit wordt mijn 16e. En een paar DVD's. DVD's ook. En je kijkt niet op van Singapore, je kijkt niet op van Azië, je kijkt niet op van China. Sterker nog, deze cd is voor Azië. Of tenminste, ik heb met Universal Music in Singapore getekend. Dus, ja, ik heb een contract getekend met Azië nu. En het is natuurlijk al 25 jaar booming daar. Ja. Het is steeds maar gegroeid. Ja. En toen Universal hier niet meer door wilde, toen zeiden ze in Azië, ja, maar wij wel. We pikken erover. En toen heb ik voor daar getekend. Ik heb ze ook gezegd van, luister, ik ga gewoon op jullie markt af. Hè. Dus ik ga niet de stukken kiezen. Geef mij maar een lijst met suggesties. Dan kreeg ik 80 liedjes binnen. Van oud tot nieuw. Hoe zing je Summertime in Chinees? Ik hoefde dus niet te doen. Hè. Was gewoon in het Engels. Chinees heb ik ook gedaan. Ja. Maar dit is weer een heel nieuw project. En daar heb ik 10 stukken uitgekozen. Mijn eigen band. Hans Vromans, Marcel Seriussen, Johan Plomp en Maarten van der Grinten hebben het gearrangeerd. Ja. Oh. Jan Menu is de producer. Oh. En die weten ook, ik werk al 23 jaar met ze. Dus ja, die weten dan ben je helemaal op elkaar getuned. Wat ik wil, wat bij me past. En we hebben een aantal nummers gewoon in de bossa. Anderen zijn weer swing geworden. En het is echt leuk geworden. En het is van de Beatles tot Alicia Keys. Ja, want dan pak je alles. Hè? Dat als het maar... ja. Ja, want hoe moet je dat nou noemen? Moet je het nou smooth jazz noemen? Of moet je het easy listening noemen? Of, het is het allebei. Ik wil het niet etiketteren hoor. Elevator music. Ik vind het allemaal goed. Nee, dat is het helemaal niet. Helemaal niet uit. Maar het is wel toch vaak, een aantal producties van jou is wel typisch muziek voor de kleine uurtjes. Hè? Ook, ja. Nou, goed, ik heb dan ook natuurlijk de Latin gedaan en dat zit heel erg. Komt dat nou van die paar jaar dat je de melkfles in Uruguay kreeg? Nou, eigenlijk is elke cd een gedeelte uit mijn leven. Jobim, hè, die tijd. Jobim, Zuid-Amerika gewoond, Franstalig opgevoed, dus een Franse cd. Ja. Mijn moeder was helemaal gek van Michel Legrand. Dus daar heb je ook wat mee gedaan, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Maar het gekke is, jouw pa werkte voor een multinational en zo kwam je als babytje in Uruguay terecht. Ja, maar je hebt het netjes afgeblust in Driebergen. Ja. Op bij de nonnen. Ja, bij de nonnen. Nou, keurig. Dan ben je echt een net meisje. Dus, ja, maar, ik ben heel net. Maar voor de rest heb je dus door Nederland je weg gevonden en zo. Ja, ik blijf Nederland toch mijn thuisland vinden en dat blijf ik. Ik blijf ook hier. Ik ga niet verhuizen naar Azië. Hoe vaak ik ook heen en weer moet vliegen. Ja, maar dat is ook wel heel spannend. Er gaan natuurlijk in een hele andere wereld komen. Hier ga ik concerten of voor galaavonden. Ik ben wel eens op en neer gegaan voor één liedje.
Hey, maar welke studio ben je geweest voor deze opnames? Was het hier in de buurt? Of? De laatste tijd ga ik naar Vendelsound. Vendelsound, een hele bekende naam. Zo lekker, ja, klein, dat hoor je heel gezellig. Vaak. Ja. Gezellige studio is het. En daar kan ook veel in multitrack gebeuren als alles, dat moet. Alles, we kunnen alles daar. Alles kan daar. En Hans van Vondel heeft techniek gedaan. Geweldig gedaan. En ik voel me daar gewoon heel erg thuis. Ik kan me voorstellen. Ja. Een hele ontspannen sfeer daar. Ja, dat is het. Bij welke maatschappij gaat hem uitbrengen? Wat? Universal Music. Ook dus toch. In Azië dus. Hij gaat, oh, dat heb ik, ja, dat begrepen. Maar nu, hij wordt dus in heel Azië uitgebracht. Ja. Tevens Australië en Nieuw-Zeeland. Pakken we mee. En ja, dan wordt het aangeboden aan Nederland. Want het vroeger andersom was, is het nu dus... Dat is toch ook wel waanzinnig. Dat is wel leuk. Hey, maar ondertussen heb je je Nederlandse schema ook. Want ik zag dat je in Amstelveen gaat optreden. In het Amsterdam North Sea Jazz Festival. Jazz Club, ja. En je bent gestrikt door Erne Ola van het Malando Trio. Ja, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou ja, we hebben het al jaren over. Ik ken Erne natuurlijk al zo lang vanwege het Metropoolorkest. Wat een muziekman, hè? Ach. En het is zo'n... Ja, hij heeft zoveel humor en het is zo leuk met hem werken. En al jaren zeiden we van, god, we moeten eens wat samen gaan doen. En het klopt ook helemaal. Ik bedoel, ik zing gewoon mijn repertoire, maar het krijgt hun jasje. Hij pakt het. Dus Historia do Namor wordt een tango. Ja, weet je, dat kan. Het is zo leuk. Ja. En we hebben het al meerdere concerten gedaan. En het is zo leuk gegaan. Ik zei, nou ja, we moeten gewoon een toertje gaan doen. Ik moet wel even kijken. Want dus dat moet het, eind september, dat moet, ja, dat begint eind september in Roden of All Places. Roden, Zoetermeer. Maar Zoetermeer, Nieuwegein, Uden, Amstelveen, Papendrecht, Sittard. Nou, heel Nederland is aan de beurt, joh. Ja, ik ben een beetje verspreid, inderdaad. Nou, dan gaan we jouw site gaan we in de aftiteling zetten. Ik heb via vriendjes fantastisch filmmateriaal van jou gekregen. Ja. Want met deze drukte hier, het is gigantisch druk hier vandaag. Het Metropoolorkest. Ja, dat komt dat rent nu uit, dus die gaan jou straks in je nek grijpen. Goed dat je er was. Wij doen de film erbij en succes ook met Malando. Dank je wel. It's real.
When you're smart, you'll just give in. You know it's crazy. Even when you lose, you win. But as long as it's love, I'm sure where I'm gonna be. I guess that it's true that you are crazy about me. Asina Govaerts heeft pianoles bij Tosca Roelofsen. Tosca Roelofsen die woont in Hilversum, maar komt uit Bussum. Want haar vader organiseert daar concerten, Hans Roelofsen. Maar jij doet het vanaf Hilversum. Jij bent opgeleid als celliste, opgekweekt als. En je hebt een lespraktijk en jij komt mee. Want je gaat straks hier spelen voor ons. En we hebben hier de grote ruimte van de grote studio met een Bechstein-vleugel voor je klaarstaan.
En we hebben net even zitten praten. Je gaat twee liedjes doen. Dus dat vind ik wel ontzettend leuk dat je bent meegekomen. Ja. Je had vrij vandaag van school? Ja, hè? Woensdagmiddag toch? Of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Hey, Tosca, ik heb dus wel gehoord dat je bent thuis natuurlijk helemaal gek gemaakt met die contrabas van je pa. Ja. Maar zelf ben je wat hoger gegaan. Je hebt de cello gekozen. Daarom. Ja. Tuurlijk. Ik ben veel verder gekomen. Wat is het verschil? Een terts, een kwint? Wat is het verschil? De contrabas is de laagste stem. Die krijgt in het koor ook altijd de minste functie natuurlijk. En die brandlanger, zeggen ze altijd. Ik ben de tenor. Ja. De tenor krijgt vaak wat meer solistische verantwoordelijkheid. Ja. Zit tegen de menselijke stem aan. Precies. Ja. Bovendien heb ik mijn sporen vooral in de lichte muziek verdiend. Leuk. Ik vind dat heerlijk, want mijn moeder... Ik heb twee ouders die muzikaal zijn. Mijn moeder heeft de Kleinkunstacademie gedaan. En daarna zingt, is ze doorgegaan naar het Groot Omroepkoor. Ja. Dan heeft hier gezongen. Maar ik wilde graag de middenweg tussen ma en pa. Dus ik koos licht klassiek. Ja, prachtig. Dat heb je hartstikke goed dan gedaan. Dan kun je een breed publiek bereiken en dat is wat ik wil. Want je hebt net opgetreden in dat dinerfestival in Laren. Ja. Was dat met het trio van Malando of hadden ze nog meer meegenomen? Het trio van Malando. Leuk, met, inderdaad. Ja, ja. Erno Malando, concertmeester geweest ook van het... Ja, nee, we kennen hem. Wij zijn hier ook al geweest in het programma. Ja, ja, die maken natuurlijk ontzettend leuk muziek. Als je daarbij kunt aanschuiven, gaat het vanzelf goed eigenlijk. Hè? Klopt. En was het erg druk in Laren? 4000 mensen. Jeetje. En bovendien ga ik ook met het Malando orkestje binnenkort spelen. Dat wilde ik ook nog even vertellen. Ja. Daar heb ik heel erg veel zin in. Ik heb zelf werken van Piazzolla. Ik heb Piazzolla gespeeld. Oblivion, Tchaikovsky Nocturne. Ja. Jean de Minstrel van Glazunov. Dus wij hebben echt... We zijn gestart met serieus klassieke muziek. Ja. Vanaf 1800. Geëindigd met meer eigentijdse tango muziek. Dus dat was echt Dat is wel heerlijk om daar zo doorheen te fietsen. Hè? Ja. Want ik heb zitten kijken. Je hebt aan musical producties heb je in meegespeeld. Ja. Van Andrew Lloyd Webber. Klopt. En als ik nog even verder spreek. Je ziet zelf, dat is wel mooi. Er staat ergens op jouw site dat je in het Spiegeltrio speelt. Maar er zijn twee Spiegeltrio's in Nederland. Hè? Geeft dat? Ja. Dat is me helemaal ontgaan. Je hebt een echte, daar zit jij in. En je hebt een onechte, daar zitten anderen in. Maar, ja. Maar die verwarring is nog nooit zo ver gekomen waarschijnlijk. Nee, dat niet. Nu moet ik zeggen dat dit Spiegeltrio, dat ik daar inderdaad wat concerten mee heb gegeven. Dat is dan vaak voor mensen die bijvoorbeeld privé aangelegenheden, 50 jaar worden. Bij exposities, openingen van gebouwen. Dus dat is een heel breed publiek. Dat pak je gewoon. De Rotary. Ja, natuurlijk. Dus dat is, dat vind ik ook hartstikke fijn te doen. Dat heb je thuis ook wel geleerd. Hè? Want daar komen ook al die serviceclubs natuurlijk voor een avondje met muziek. Ja, en die doen muziek, hele goede doelen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor dat die er zijn. En bovendien zijn het mensen die wat weten van de wereld en die ook invloed kunnen uitoefenen met die kennis. Maar ik heb ook begrepen dat je in de Johannespassion hebt meegespeeld. Ja, ja. Zeker. Dus wat dat betreft, je krijgt natuurlijk alles voor je kiezen. En ik pak alles aan. Dat pak je gewoon. Maar hoe kom jij dan bij haar terecht, bij Tosca? Heb je gewoon aangebeld, ik wil pianoles of zo? Of hoe gaat dat? Nee, ik had op de naschoolse ook opgang. Kon je eerst kiezen of je keyboard wou leren of piano. En toen heb ik voor keyboard geleerd. Juist. Gekozen. En toen zijn we gestopt, maar ik wou verder gaan. Och, wat leuk. En hoe vaak kom je nou bij Tosca? Elke woensdag. Elke woensdag. Dan krijg je 3 kwartier les of langer? Dat weet ik niet. Nee? Is het zo gezellig dat het gewoon de tijd helemaal vervliegt of zo? Of wat denk je? Hé, maar we gaan allemaal muziek maken, want straks gaan we naar jou luisteren. Maar Tosca heeft ook nog haar vaste pianobegeleider meegenomen. Die is ouder dan jij. En die heeft een hele mooie Nederlandse naam, Annie Avramova, op zijn Russisch. Ja. En, en ik heb begrepen dat jij gaat iets spelen. Dat heet Sunny Morning, hè? Dat vind je ontzettend leuk. En, nog iets van heet boven, hè? Van Beethoven, hè? Hoe heet dat ook alweer op zijn Duits? Pure Elise. Dat is echt zo'n stuk om mee te beginnen. Hè? En ik heb begrepen dat Tosca, die gaat het nocturne van... niet van Chopin, maar van Tchaikovsky. Tchaikovsky Nocturne en de Piazzolla van... Oblivion van Piazzolla. Tjoh, jongen. Ja. Nou, wie zullen we nou voor het eerst die grote Bechstein-vleugel geven? Ga jij spelen? Ja. Ja? Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we even lekker naar jou luisteren. Kom maar op. Ja, leuk. Thank you.
Dit was de eerste aflevering in het vijfde seizoen van De Tafel van. Gewoontegetrouw vanuit het muziekcentrum van de Omroep met op de achtergrond Muziekcafé Elling. Over 2 weken zijn we er weer. En dan gaan we kijken en luisteren naar een idioot verhaal over de slechtste sopraan aller tijden, Florence Foster Jenkins, waar straks in het filmtheater een film over draait. En naar een Nederlandse sopraan die het wondermooi doet, Marion Strijk. Tot over 2 weken.